Makelaar Yuki loopt in Orlando tegen een probleem aan. The seller is in China. They don't want to get any risk, so they're trying to sell the list of the, the house as soon as possible. De eigenaar van het huis is een Chinees staatsburger en die zijn niet meer welkom op de huizenmarkt hier. If you are Chinese, you couldn't purchase any real estate in Florida. Not at all. Uh, not at all. In Florida kan je als Nederlander een huis kopen, als Spanjaard ook. Maar een Chinees mag dat niet. Een wet die deze zomer inging... verbiedt specifiek Chinese staatsburgers onroerend goed te kopen in Florida. Chinezen die er al een huis hebben, moeten hun naam op een register zetten. En wie een huis verkoopt aan een Chinees burger... kan tot een jaar cel krijgen. Volgens de Republikeinse gouverneur een kwestie van nationale veiligheid. I ban the CCP from buying land in our state. We should do that all across these United States. That's extremely discriminatory. It's unconstitutional. Deze advocaat stapt naar de rechter. Ze zegt dat veel Chinezen die in de VS wonen, maar nog bezig zijn met een verblijfsvergunning, onterecht worden bestempeld als verdacht. They equal Chinese government with Chinese people, which is not true. And uh, we were we were deprived of the right to, to own a home. And uh bu the uh, pursue the American dream. So we are angry, we feel unfair. Uh, very emotional. Makelaar Yuki ziet klanten verdwijnen. This is a eight bath, sex bath, um, short-term rental. Want dat er een lijst wordt aangelegd van Chinese huiseigenaren, schrikt mensen af. They just want to know what's the reason they have to register and what they want what they gonna do after they register. De regering Biden noemt wat Florida doet. Discriminatie. Juridische experts denken dat het Hoge Rechtshof deze wet zal verwerpen. Maar het feit dat andere staten ook werken aan soortgelijke wetten, zegt iets over de argwaan in de VS naar Chinese burgers.